We zijn bij de Moorspoort en daar wordt het kanon teruggeplaatst. Ja, dat weegt wat. Dus daar is speciaal materieel voor ingezet. Een bergingsbedrijf. Ja, die takelen normaal auto's, maar kanon, dat lukt ook wel. In september vorig jaar is het kanon weggehaald. Ja, voor een restauratiebeurt. En nu wordt hij dus teruggeplaatst hier bij de Moorspoort. En daar moet hij komen. Nou, daar gaat hij in de takels. Het onderstel, of de affuit zoals dat dan officieel heet, van het kanon. Moet die precies op zijn plek worden gezet, wethouder Laudy, of kan die rijden? Volgens mij, zelfs al zou die kunnen rijden, is die zo zwaar dat je hem niet in beweging krijgt. Maar voor zekerheid gaan ze hem toch even vastzetten. Ze hebben hem zelf opgeknapt, hè, bij de gemeente. Nou, ongelooflijk toch, dat je ziet dat wij als gemeente onstedelijk beheer ook gewoon in staat is om zoiets prachtigs te fabriceren. Ja, daar ben ik wel heel trots op. Dus hij kan weer 50 jaar mee? Nou, in ieder geval een hele tijd. Ja, mooi. Nou, daar komt hij, een paar duizend kilo kanon. Wordt hier op zijn plek gelegd bij de Moorspoort in Leiden na de restauratie. Die de gemeente, dat hoorden we net al, helemaal in eigen huis heeft gedaan. En toen lag hij op zijn plek, beugeltje eroverheen, klaar. Nou, hij moet nog een centimetertje verplaatst worden. Anders ligt hij niet mooi symmetrisch. Maar ook dat gaat wel lukken. Gaat er aardig in, hè?